November, dat is een van die perioden waarin nooit veel bijzonders kan gebeuren. Behalve het eind van Wereldoorlog 1. Er wordt ook geen gelegenheid geboden om deze maand een beetje op te fleuren met vlaggen of versiering om ons heen. De nederige dagen van november zijn weer gekomen, grijze als een emmer. Zo lezen wij bij Gerrit Achterberg. Waarom schreef hij niet strakjes komt december? Nu ja, hij rende als een kolentremmer. In brede kringen vindt men dat niet erg. November, maand van kille wind en regen, waarin de nachten steeds maar vroeger vallen, geeft alle reden tot melancholie. Niet ieder echter zit daarmee verlegen. We zien in deze tijd weer honderdtallen die zich te buiten gaan aan poëzie. Het lover aan de bomen is verdwenen. Dat valt ook ieder jaar weer te verwachten. Toch staan ze telkens met gedichten klaar. En nooit eens over griep of witter tenen, maar over grijze dagen, doffe nachten en eenzaamheid en dood, en roept u maar. Ons daartegen niet verweren. Het is altijd weer die lyrische bombarie. Het is elke herfst dezelfde droefenis. November blijft de dichters inspireren. Veel erger dan bijvoorbeeld februari. Hoewel dat eveneens een rotmand is. November, dat is een van die perioden waarin nooit veel bijzonders kan gebeuren. Behalve het eind van Wereldoorlog 1. Er wordt ook geen gelegenheid geboden om deze maand een beetje op te fleuren met vlaggen of versiering om ons heen. De nederige dagen van november zijn weer gekomen, grijze als een emmer. Zo lezen wij bij Gerrit Achterberg. Waarom schreef hij niet strakjes komt december?